Goedemiddag, gemeente. Namens de kerkraad mag ik u en jou hier in de kerk, thuis of elders met ons verbonden in Christus, van harte welkom heten. Deze dienst staat in het teken van de afsluiting van het winterwerk. De voorganger is niet dominee Kranen, zoals in de kerkbode vermeld stond, of staat, maar de dienst wordt ingevuld door Leonie van den Berg uit Emmeloord. Welkom. Zij gaat in samenwerking met dominee de Jong en gemeenteleden deze dienst leiden. En dan een speciaal woord voor de gasten in ons midden. Dan zijn er nog de volgende afkondigingen. Allereerst de collectes. Bij de uitgang zijn er 3 collectes waar u uw gaven kunt geven. De eerste collecte is voor de diaconie. En dat is dan voor Lichtpunt, Boot en Stichting Manna. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. En de derde collecte die zijn voor de energiekosten. U kunt via de Scipio-app, Gift of de bank uw gaven geven. En via de rekening van de diaconie kunt u uw bijdrage voor het werk van de zending overmaken. Na afloop van deze dienst is er koffie, thee en fris in CCK2. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. De paaskaars brandt. Zie, het leven opgestaan uit de dood. Een stralend licht verlicht het leven op aarde. Dit licht draag het mee in je hart, op je handen, op je levensweg. Rianka zal nu enkele mededelingen doen. Het is iets minder officieel. Ja, ik vind het altijd een ontzettend mooi moment om zo aan het einde van het winterwerkseizoen alle vrijwilligers allereerst ontzettend te bedanken voor al het werk wat we binnen het jeugdwerk hebben mogen doen het afgelopen jaar. Want er is ontzettend veel gebeurd, er is ontzettend veel werk verzet en volgens mij hebben de kinderen, als ik jullie zo zie, ontzettend genoten van al het jeugdwerk wat er was. Nou, we hebben de kerk mooi versierd en er hangen slingers, maar nu ben ik benieuwd, wat hoort er nou soms ook bij slingers als er feest is? Wie heeft er een idee? Wie durft dat eens te roepen? Ik zie je vinger, Jochem. Taart, ja, want dat was net helemaal niet verteld. Straks in CCK 2 is er voor iedereen wat lekkers na de dienst. Dus blijf vooral en dan gaan we met elkaar gezellig napraten en wat lekkers eten met elkaar. Allereerst, Leonie die gaat straks de dienst helemaal leiden. Daar gaan we van genieten. We mogen meezingen, we mogen meedoen. Dat gaat helemaal mooi worden. Maar wij willen jullie nog iets laten zien. We hebben een filmpje mogen maken van al het jeugdwerk wat er het afgelopen jaar hier in Frieseveen is geweest. Dus daar mogen jullie naar kijken. Het filmpje komt later dan, en die is er nu niet. Dus misschien aan het einde van de dienst. Zal ik het ook iets minder officieel doen? Nee hoor. Nou, dan beginnen we deze dienst nu zo mogelijk staande met het zingen van NLB, nieuw liedboek, lied 705. Onder begeleiding van onze organist Gert Diepeveen. En dan wens ik u namens de kerkraad een gezegende dienst toe.
Zo aan het begin van deze middagdienst, deze afsluiting van het winterwerk, willen we eerst bewust stil worden voor de Heer onze God. Ons hart, onze gedachten richten op Hem. Laten we stil worden. En zo kunnen we ons in vertrouwen uitstrekken naar de levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest. God die boven ons is, die naast ons staat, die in ons is. En kunnen we ook met elkaar uitspreken dat onze hulp en onze verwachting, onze vaste hoop, dat die is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Met ieder van ons, uniek, kostbaar, door Hem gewild en geliefd. Hij die trouw is. Niet alleen voor deze dienst of voor de komende week. Nee, Hij is trouw voor altijd, tot in eeuwigheid. En Hij laat nooit los wat die trouwe vaderhanden van Hem begonnen zijn te doen. Ook in ons leven. En zo mag ik u, jullie groeten. Genade zij u, zij jullie en vrede van God onze Vader, door onze Jezus Christus, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Dan geef ik nu het woord aan Leonie. We zijn benieuwd. Ja, dan ga ik het ook even. Goedemiddag! Oeh, dat is niet best, hè? Ik ben hierheen gekomen omdat ik dacht, dit wordt de feestdienst. Er zijn vlaggetjes, er is taart, dit wordt gezellig. En dan krijg ik een goedemiddag. Dat is niet wat, hè? Doe het nog gewoon nog een keer. Goedemiddag! Ja, dat wordt al een stuk beter. Hoi, ik ben Leonie en ik ben geen dominee. Dat maar gelijk heel duidelijk is. Ik ga ook niet zeggen wat ik wel ben. Want meestal weet iedereen dat binnen een paar minuten te raden. Dus ik ben heel benieuwd zometeen tijdens de koffie, thee, limonade en taart. Vooral die taart, die houdt mij bezig. Dat horen jullie, hè? Ik begreep dat ook pas net. Ik had hem wel zien staan, maar ik denk misschien is dat voor vanavond. Maar die taart is voor zometeen. Als iemand dan durft te raden wat ik wel ben... Kom het maar eens zeggen. Misschien zijn er wordt nu al... Ja, ik wil het zo meteen graag horen. Ik kom uit Emmeloord. Ik ben hier vanmiddag heen gekomen om die afsluiting van dat winterwerk samen met jullie hier te vieren. Ik ben hier nog niet vaker geweest, maar ik vind het wel heel leuk om er te zijn. Deze dienst is een beetje anders. En ik beloof altijd dat dit een dienst zou moeten worden dan voor jong en ouder. Dus ik weet niet welke categorie u of jij jezelf zet, maar eigenlijk zou iedereen het leuk moeten vinden. Dus ook dat wil ik na afloop graag weten, of ik dat terecht heb beloofd of dat ik dan hele rare dingen heb gezegd. Normaal ben ik met een pianist samen, maar die is er niet. Dus vandaag vind ik het wel heel erg leuk dat meneer Gert op het orgel gewoon wil zorgen dat we met elkaar kunnen zingen. En nou ja, dat er een dominee toch nog werd gevonden. Die zei, ik doe het begin en het eind en dan doe ik het midden. Ik ben ambassadeur, is een moeilijk woord, van een goed doel. Daar mag ik zo meteen wat over vertellen. Maar we gaan eerst nog eens met elkaar zingen. En net deden we een beetje een liedje voor de mensen uit de groep ouder. Toch? Wie van de kinderen hier kon het vorige lied al uit volle borst meezingen? Heel goed. Kijk, die is te vroeg bij. Ja, maar het is voor iedereen. Dus het volgende liedje wat we gaan zingen, daar pak ik zo de gitaar bij. Maar ik denk dat die vooral voor wat jonger is. Sterker nog, er zit ook een dansje bij. En ik denk dat er kinderen zijn die zelfs dat dansje wel kennen. Dus mocht je nou denken, ja, heel lang stilzitten in de kerk, dat is niet voor mij... Dan is dit een heel goed moment om gewoon... Ik weet niet, hebben we hier boze kosters? Als er, ik kijk even niet die kant. Van mij mag je op de bank staan. Ja, ik zeg, als je dan een leuk dansje doet, moet ook iedereen het kunnen zien. Dan moet ook iedereen kunnen meedansen. Dus mocht je nou denken, dit moet allemaal even een beetje los. Precies, jij bent van mijn soort. Ga er gerust bij op de bank staan. Dat mag vanmiddag. Het is feest. Want we zingen namelijk het allerleukste liedje. Ja, dat zei ik al. Ja, dit is, dames en heren, het allerleukste liedje. Zing jong en oud uit volle borst mee.
Wij gaan samen bidden. Heere God, dank u wel, Vader in de hemel, dat wij hier bij elkaar mogen zijn. Dat we het winterwerk mogen afsluiten. Op deze manier. Heer, hoe mooi, we zijn met elkaar begonnen en we mogen met elkaar ook afsluiten. En Heer, dat geldt op allerlei manieren. We doen het in deze dienst. Heer, we doen het samen. We hebben het al gehoord, jong, ouder, oud. Heer, maar voor u maakt dat niet uit. Heer, we mogen zijn zoals we zijn, hebben we net ook gezongen. Heer, we hebben net ook gezongen dat we ons geen zorgen hoeven te maken. En daar gaat het deze dienst ook over. En Heer, dat is lang niet altijd makkelijk. Als we naar ons dagelijks leven kijken, dat we van alles meemaken, dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de wereld, alles wat er om ons heen gebeurt. Heer, dan kan ons de moed wel eens in de schoenen zakken. Maar Heer, dat is juist het mooie van ons geloof. Dat we misschien u niet altijd ervaren omdat we te druk zijn met onszelf. Maar dat we juist ook mogen weten dat u er bent. Ondanks onszelf. Heer, en dat we mogen vertrouwen dat u er bent. Ondanks onszelf. En Heer, wilt u ons daarbij helpen? Wilt u dit een goede dienst laten zijn voor jong en ouder, voor iedereen? Heer, zoals ook het winterwerk was. Heer, er waren clubs, er waren catechisaties, er waren bijbelstudies. Heer, er was andere soorten werk. Voor ouderen waren de activiteiten. En Heer, dat was niet allemaal voor onszelf. Dat was om te groeien in het geloof. En Heer, daar draait het allemaal om. Heer, wilt het een goede dienst laten zijn, dat we ook tot rust mogen komen, dat we mogen genieten, dat we mogen zingen, dat we het op onze manier allemaal zelf mogen beleven. Heer, maar dat het mag gaan om uw eer en uw glorie. Heer, wilt u zo deze dienst laten zijn? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Nou, vind ik het echt heel erg leuk. Wacht even hoor. Kijken of dat beter is. Ja, zo ongeveer. Er zit nog een beetje een piep in. Ik weet niet of anderen er last van hebben. Het is alleen mensen met hele jonge oren misschien. Maar al die mensen met hele jonge oren, die wil ik eigenlijk ook eventjes spreken. En het praat makkelijker als jullie even deze kant op komen. Ik heb namelijk iets meegenomen. Dat wil ik jullie graag laten zien. En daar wil ik jullie iets over vragen. Dus willen alle kinderen die dat leuk vinden, naar voren komen. Ja, hey, jongens, meiden, ik heb even iets een klein beetje verstopt. Wie durft er al te raden wat hieronder zit? Wat zit eronder? Wat zit eronder verstopt, denk je? Een nieuwe fiets. Ja, een nieuwe fiets. Ja, dat zou kunnen. Ja, wat denk jij dat eronder zit? Taart. Taart. Denk je dat... Ik moest best een eindje rijden om hier te komen. En er zaten 3 kinderen en een man nog bij mij in de auto. Denk je dat er dan nu nog taart was geweest? Nee, die was op geweest. Nee, er zit geen taart onder. Wat denk jij? Een pop. Een pop? Een blote pop? Er wordt hier gegiecheld. Jij wil het ook. Een mens. Een mens. Nou, het zou onaardig zijn. Jij weet wat eronder zit. Dit is mijn tweeling. Mijn tweeling die weet het. Een jurk. Een jurk. Zal ik het maar laten zien? Kijk. Kijk, het is een pop. Maar het is niet een blote pop, gelukkig. Deze pop heeft een jurk aan. En dit is een voor mij best speciale jurk. Wat is dit voor jurk? Een trouwjurk. Ja, dit is mijn trouwjurk. Ja, kijk, er zit zelfs ook nog zo'n hele sleep achter en zo. Hij is een beetje gekreukt, want ik sleep hem dus overal mee naartoe. Daar zijn ze niet helemaal voor bedoeld. Ja, dit is mijn trouwjurk. Ja, en deze jurk, hè? Zou dat een goedkope jurk zijn geweest? Nee, jullie zeggen allemaal nee. Nee, dit was... Jij denkt het wel? Ja, dan moet een van de jongens dan weer zeggen... Ja, was vast een hele goedkope jurk. Ja,
Ja, dat is niet. Nee, dit was echt de droomjurk die ik wilde hebben. En die was heel erg duur. En weet je wat ik toen heb gedaan? Toen heb ik hem 1 dag aangetrokken. Ja, wie zegt nou, dat is een beetje gek. Koop je zo'n dure jurk, duw hem 1 dag aan. Ja, maar nou kijk, draai eens even om. Mevrouwen in de kerk, wie heeft de jurk nog in huis? En wie heeft hem ook eigenlijk maar 1 dag aangehad? En bij wie was die jurk ook echt heel duur? Zie je dat? Er zijn echt heel veel mensen hier met hele dure jurken. Ja, en die hangen gewoon in de kast. En bij wie neemt dat ook heel veel ruimte in beslag? Ja, en dan is er nog een vraag. Mannen in de zaal, wie vindt dat ding eigenlijk maar gewoon hopeloos in de weg hangen? Moet je ook nog durven zeggen, hè? Want als de jurkbezitter ernaast zit. Ja, maar ja, als je dan zo'n jurk hebt en je hebt hem 1 dag aangehad op de dag dat je ging trouwen. Ja, wat moet je er daarna dan mee? Weggooien. Nou, ja, het kan. Als het goed is. Petra heeft daar een plaatje voor. Er staan even wat ideeën op die je zou kunnen doen. Beginnen we met dat bovenste plaatje. Dat heet Trash the Dress. Dan ga je je jurk nog 1 keertje aandoen en dan doe je er iets mee waardoor je hem daarna kunt weggooien. Dus de mevrouw op dit plaatje die heeft haar kinderen gewoon kwasten en verf gegeven en gezegd, maak er maar wat moois van. Je kunt ook nog 1 keer een fotograaf inhuren en met je jurk de zee inwandelen. Daarmee gaan paardrijden door het bos. Ja, wat? Ja, je kunt er hele gekke dingen mee gaan doen. Waar was daar toen naartoe? Waren jullie daar naartoe? Ja, dat kan. Ja. Maar ja, dus je kunt er iets heel geks mee doen. Je kunt ook, dat is natuurlijk een idee, hem gewoon aandoen. Dus dan ga je gewoon koken, stofzuigen, naar je werk met je jurk aan. Dat is ook een idee. Of je kunt hem op marktplaats zetten. Verkoop je hem aan iemand anders die een jurk nodig heeft. Is ook een idee. Of je kunt hem dus gewoon weer in de kast hangen. Zoals ik heb gedaan en dus een heleboel mensen hier. Nou, wie zegt nee, dan zou ik er toch nog 1 dolle dag van maken. En nog 1 keer van de jurk genieten en hem daarna weggooien. Nee. Ja. De heren zijn voor. Ja, die denken, doe dat maar. Wie zegt, ik zou hem gewoon aandoen. Gewoon lekker aantrekken. Naar de kerk, dat je 's morgens denkt, het is een vrolijke zondag, het is feest, er is taart. Ik doe mijn jurk aan. Niet? Jij zou hem aandoen. Wie zou hem op marktplaats zetten? Wie zou zeggen, nou, 1 dagje aan en hem dan verkopen? Ja. De econoom in de zaal, wie van de mannen hier waarschijnlijk, die zei, ja, dat zou ik doen. Ik krijg nog wat van het geld terug dat ding gekost heeft. Wie zegt, ik zou hem gewoon weer in die kast hangen. Gewoon bewaren. Ja. Ja. Nou, over het bewaren van zo'n jurk, hè. Of al die andere dingen die je ermee kan doen, daar gaat het vandaag een beetje over. Wat moet je nou met spullen die je dus eigenlijk niet meer gebruikt, die wel heel veel ruimte in beslag nemen, moet je die nou bewaren of niet? En nou staat er niks over trouwjurken in de Bijbel volgens mij. Moeten we misschien even naar de dominee kijken, misschien dat ik nu gecorrigeerd word, maar volgens mij staat er niks over wat moet je met je trouwjurk in de Bijbel. Nee, hè? Of wel of je gewoon, ja dat wel. Ja, maar toch kunnen we misschien aan het eind van de dienst beslissen, wat zou je nou met zo'n jurk moeten doen? En om dat nog een beetje beter uit te leggen, ga ik een lied zingen. Het is een heel lang lied, dus normaal moet je misschien pas een snoepje in je mond stoppen als er een preek of zo komt. Nou, ik zou hem nu zo meteen vast in je mond stoppen. Ja, als je snoep mee hebt of als je vader of moeder ergens snoep in de tas heeft, is dit een goed moment. Ga er maar eens goed voor zitten. Als jullie weer zitten, dan zing ik voor jullie het lied van De Man in de Wolken. En er is ook een boek van. En de tekeningen uit dat boek, die staan ondertussen op de beamer. Ga maar lekker zitten.
We gaan lezen uit de Bijbel. En Erik gaat dat met ons doen. En we gaan lezen uit Matteüs 6, vers 19 tot en met 21 en vers 25 tot en met 34. Jezus geeft waarschuwingen. Je moet niet proberen om rijk te worden op aarde, want aardse rijkdom zal verdwijnen. Die rot weg of wordt gestolen door dieven. Nee, zorg dat je rijk wordt in de hemel, want hemelse rijkdom verdwijnt nooit. Die kan niet wegrotten of gestolen worden. Laat de hemelse rijkdom het allerbelangrijkst voor je zijn. Maak je geen zorgen. Luister naar mijn woorden. Maak je geen zorgen over eten en drinken. Want je leven is veel belangrijker dan eten en drinken. En maak je geen zorgen over kleren. Want je lichaam is veel belangrijker dan kleren. Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze werken niet op het land en ze bewaren geen graan in een schuur. Jullie Vader in de hemel geeft ze te eten. En jullie zijn voor hem veel belangrijker dan de vogels. Maak je dus geen zorgen, dat heeft geen zin. Je blijft er geen dag langer door leven. Maak je geen zorgen over kleding. Kijk eens naar de bloemen die groeien in het veld. Ze werken niet en ze maken geen kleren. Toch zijn ze prachtig. Ja, zelfs nog mooier dan koning Salomo in zijn mooiste kleren. Het gras dat vandaag op het veld staat, wordt morgen gebruikt om een vuur te maken. En toch versiert God het met prachtige bloemen. Dan zal God zeker voor jullie zorgen. Waarom vertrouwen jullie dan niet op hem? Maak je dus geen zorgen. Zeg niet, hoe komen we aan eten? Of hoe komen we aan drinken? Of hoe komen we aan kleren? Met die dingen houden de mensen zich bezig die God niet kennen. Je Vader in de hemel weet echt wel dat je al die dingen nodig hebt. Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook geven. Maak je geen zorgen over morgen. Bewaar die zorgen maar voor morgen. Je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag. En daarover is een lied gemaakt. En dat lied heet Zoek eerst het Koninkrijk van God. En dat kun je heel mooi in kanon zingen. En nou gaan meneer Gert achter het orgel en ik hier een beetje voor in de kerk eens kijken of dat samen lukt. En dan is het altijd handig om de kerk in tweeën te splitsen. Nou, er loopt hier een fantastisch gangpad. Zijn jullie een beetje eerlijk verdeeld gaan zitten vanmiddag? Nou, volgens mij zijn jullie in de meerderheid, dus daar verwacht ik dan ook veel van. Mogen jullie beginnen? Dus als jullie nou beginnen met het zingen van het Zoek eerst het Koninkrijk van God. En als zij bij het Halleluja zijn, gaan jullie er vol gas tegenin. Dus kijken hoe mooi dat gaat klinken. En de laatste keer Halleluja zingen we met z'n allen. Dat gaan we proberen. Thank you.
Tijd om nog eens wat meer uit te leggen over die jurk, over dat lied en over die schriftlezing. En daarvoor gebruik ik eerst eens het voorbeeld van onze overbuurvrouw. Onze overbuurvrouw, ik ken haar niet zo heel erg goed. Wij wonen in een hele rustige straat. En vanuit ons huis kijken wij op een prachtig huis. Ik weet niet wie hier de Sims speelt. Het spel The Sims, is dat een beetje bekend? Ja, nou, dit is zo'n huis dat ik dan zou bouwen. Het is echt een goed huis. En daar hebben wij uitzicht op. Nou is ons huis ook heel erg prima, maar dit huis is echt prachtig. Maar vanaf de eerste dag dat wij daar gingen wonen, vroeg ik mij af waarom er om dat prachtige huis zo'n spuuglelijk hek stond. Er staat echt een best wel lelijk hek om dat huis. Wij woonden daar op een gegeven moment een tijdje. Toen zei ik, dat is tegen een andere buur. Ik zeg, joh, dat hek. Ja, dat heeft een reden. Want dat mooiste huis van de straat, wat ook aan de achterkant heel handig aan een fietspad ligt en vrij toegankelijk is, daar werd op een gegeven moment binnen korte tijd 3 keer ingebroken. En na de 3e inbraak stond er binnen 48 uur een spuuglelijk hek om dat huis. En eigenlijk is dat een soort man in de wolken verhaal. Dan heb je dat mooie huis, dan woon je daar zo prachtig. En dan moet je bang zijn. En dan komt er een hek om dat mooie huis te staan. En toen ik dat verhaal hoorde, toen wist ik vrij zeker dat ik niet van huis wil ruilen. Wij wonen prima waar we zitten. En de dia, ik weet niet of die op scherm kan, je mag hem er mooi op laten staan, ook beter, dat is helemaal goed. Er staat, we willen morgen, we willen meer, we willen het keer op keer. Maar misschien vinden we in minder wel zoveel meer. Kijk, ik weet niet hoe dat met jullie zit. Ik ben hier voor de eerste keer, dus ik ken jullie niet, maar ik denk dat jullie, net als ik zelf, nogal druk zijn met jullie spullen. Spullen hebben, spullen kopen, te veel spullen hebben, spullen verzamelen. En niet alleen spullen, maar ook geld. Wie spaart er hier geld? Ja, dat gaat alle generaties door. En ook daar kunnen we heel druk mee zijn met het sparen daarvan. Heb ik altijd mijn pianist mee en vandaag dus een keertje niet. Dus ik kan hem dit keer heel veilig even imiteren zonder dat ik op de terugweg gedoe krijg. Maar mijn pianist Henk zegt altijd, beter meeverlegen dan omverlegen. En ik zeg altijd dat hij de schuld is dat mijn huis zo'n puinhoop is. Want je kunt maar beter hebben, hè? Want dan zie ik je er niet om verlegen. Maar nieuwe, mooie, dure spullen, die kunnen ook hartstikke vervelend zijn. Even zo'n voorbeeldje. Dit komt uit mijn eigen jeugd. Dit is een klein jeugdtrauma. Mijn ouders die kochten een nieuwe bank. En voor die tijd mochten wij gewoon met onze boterham met hagelslag lekker voor op de bank eten. En toen kwam die nieuwe bank. En dat was meteen ten strengste verboden. Schoenen op de bank, daar stonden ineens hele zware straffen op en zo. Herkenbaar? Ja, ja, ja. Ik vond die nieuwe bank helemaal niks. Hij zat ook minder lekker, vond ik. Maar goed, dat is een mening. Maar ik vond het verder maar gewoon heel vervelend. Ik weet niet wie van de wat oudere generatie blij was dat de kinderen het huis uit waren. Dat je eindelijk mooie spulletjes kon gaan neerzetten. En toen kwamen er kleinkinderen. Hoge giechel. Ja, dat je de hele tijd bang bent dat ze overal aan zitten en alles omgooien. Je houdt van ze. Maar het liefst wel een beetje voorzichtig met de huisraad. Ja. Het mooie sieraad wat je hebt gekocht, gekregen, niet te dragen omdat je doodsbang bent dat je het kwijtraakt. Of bijvoorbeeld, hè, als je het dan hebt over nieuwe spullen willen hebben, de nieuwste iPhone. Ik ben van de afdeling iPhone, dus ik hou het maar even op de iPhone. Maar de nieuwste iPhone eigenlijk wel heel graag willen hebben. Dat bijvoorbeeld alleen al kan omdat dan de laatste update niet meer gedraaid kan worden op die van jou. Dus dan moet er maar weer een nieuwe komen. Of, erger nog, dat je iets wil hebben omdat iemand anders het heeft. De auto van de buurman is natuurlijk ook veel mooier dan die van jou. Kan ook zo even denken, oh, wij moeten ook eens wat anders dan dat barrel wat bij ons op de oprit staat. Spullen. Maar er is iets raars met die spullen. En dat wil ik even laten zien.
Ik heb met iets van ons heb ik dit gedaan. Deze foto is al wat ouder, maar met een dreumes op de achterbank en een buik waar een kleintje in zat, wat 3 weken hierna ter wereld is gekomen, reed ik de auto in de brak. Ik moest toen mijn man bellen en dat vond ik helemaal niet spannend. Want ik wist al op het moment dat ik hem aan de lijn ging krijgen, dat hij ging zeggen, is met jullie alles oké? En het was met ons gelukkig oké. Geschrokken, maar oké. Die auto kon hem niet minder interesseren. Ik herinner mij ook de keer dat ik een paaltje had geramd. Toen moest ik ook mijn man bellen. Die vond ik veel spannender. Want de hele auto in de prak rijden, maar zelf nog oké zijn, dan voel je een ander gesprek dan dat je de auto heel erg hebt beschadigd. En misschien kunnen jullie ook wel zoiets bedenken dat je denkt, ja, als het heel erg is, durf ik het wel te zeggen, maar als het iets kleins is, wordt het juist heel spannend, want dan zal ik wel op mijn kop krijgen. Dat is een beetje raar met spullen. Op de volgende dia staat ook een mooie tekst. En deze tekst was er een meneer in Amerika, die was het hier heel erg mee eens, was een gewone huisvader. En die begon een project en ik las daarover en ik vond dat echt heel interessant. Die begon een 100 spullen project. Die besloot dat hij ging proberen te leven met nog maar 100 dingen. En met die 100 dingen, daar hoorden dus ook zijn bord, zijn vork, zijn mes en zijn lepel bij. En zijn schone onderbroeken en zijn sokken. Gewoon alle dingen, maar dan maar 100. Dat betekende dat hij heel veel weg moest doen. En dat deed hij niet zomaar, maar hij zei, I'm stuck in my stuff. Ik zit vast in mijn spullen. Want het hebben van spullen, dat kan dus heel handig zijn. Maar spullen kosten ook heel veel tijd, geld en energie. Van al zijn bezittingen koos hij dus 100 dingen uit die hij wilde houden. En dat vond hij, beschreef hij heel bevrijdend. Hij heeft zichzelf daar een jaar de tijd voor gegeven. En dat vond hij een hele fijne tijd om zo met zijn spullen eens bezig te zijn. En wat hij ook zei, dat vond ik ook interessant, en die geldt voor mij ook. Het hebben van sommige spullen is soms ook elke keer een herinnering aan alles wat je niet doet of wat niet lukt. Wie heeft er een instrument ergens in zijn huis staan waar hij van plan is ooit nog op te gaan leren spelen? Wie heeft er in zijn huis ergens nog een boek liggen waarvan hij van plan is dat ooit nog een keertje te gaan lezen? Ja, en elke keer als je zoiets ziet liggen, denk je natuurlijk ook aan, oh ja, dat zou ik nog doen. En daarom kan het eigenlijk voor iedereen wel eens fijn zijn om gewoon los te laten. En dat moet je niet alleen voor jezelf doen. Want we hebben uit de Bijbel gelezen dat Jezus mensen waarschuwt. Jezus zegt, je moet niet proberen rijk te worden op de aarde. Want aardse rijkdom rot weg of wordt gestolen. Nee, zorg dat je rijk wordt in de hemel. Want hemelse rijkdom verdwijnt nooit. Dus het doel, ja, dat moet dus niet zijn rijk worden. En misschien is dat ook jouw of jullie doel helemaal niet. Maar wil je gewoon zeker weten dat je morgen of later genoeg hebt. Dat als er weer een crisis komt, op welke manier dan ook, dat er dan nog genoeg is. Maar daar zegt Jezus ook iets over. Zeg niet, hoe komen we aan eten of hoe komen we aan drinken of hoe komen we aan kleren. Met die dingen houden de mensen zich bezig die God niet kennen. Ja, die is best lastig, want ik denk dat de meeste volwassenen hier een spaarrekening hebben. Dat wordt wel aangeraden namelijk door onze overheid om dat wel te hebben. Dan gaan ze zelfs bedragen noemen wat je daar dan op zou moeten hebben staan. We zijn verzekerd. Ja, want dat is natuurlijk heel verantwoord. En deze opmerking van Jezus staat daar eigenlijk een beetje lijnrecht tegenover. Maar ik denk dat het zo zit. God vraagt ons niet om heel, daar maar niet over na te denken, om heel onverantwoord te zijn. Maar om daar even een soort van evenwicht in te zoeken, een soort van balans. Misschien kennen jullie het verhaal van Jozef. Jozef is in Egypte.
En dan is er een droom en uit die droom haalt Jozef dan dat God hem zegt, er moeten schuren gebouwd worden. Want we zijn nu 7 jaren waarin het hier heel goed gaat in Egypte. Maar er komen ook 7 jaren aan, dan zal het slecht gaan. Bouw schuren en zorg dat er ook voor die 7 jaren waarin het slecht gaat, genoeg is. Eigenlijk een soort spaarrekening, maar dan met voedsel. Dus God vraagt, zegt niet, doe dat niet, denk niet aan later. Je hoeft daar helemaal niet je mee bezig te houden, denk ik. Maar wel, zoek daar een balans in. Het moet namelijk geen ballast worden. Want de volgende dia, daar zegt Loesje, je zorgen maken is de verkeerde kant op fantaseren. Zorgen maken, dat is wat je meedraagt wat echt helemaal niet leuk is. Dat is zwaar en dat is vervelend. Daar wil God ons voor beschermen. Daar is ook een liedje over gemaakt. Dat is weer voor de oudere generatie. Die kunnen dit meteen mee zingen. Moet je opletten. Bobby McFerrin die heeft dit liedje gemaakt. In every life we have some trouble. But when you worry you make it double. Don't worry. Oeh. Ja, enzovoort. Ja, die hè. Ja. Zoals hij het in het liedje zegt, zo staat het eigenlijk ook in de Bijbel. De Bijbel zegt, God zorgt voor de vogels. En jullie zijn voor God veel belangrijker. Maak je dus geen zorgen. Dat heeft geen zin. Je blijft er geen dag langer door leven. God zal voorzien in wat wij nodig hebben. De volgende dia. Uit Spreuken komt het gebed, maak mij niet arm, maar ook niet rijk. Voed mij slechts met wat ik nodig heb. Nou gaan we straks met elkaar een gebed bidden, wat de meesten van ons uit hun hoofd kennen. Het Onze Vader. En daar staat de zin in, geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons vandaag het brood wat we nodig hebben. Als we dat nou zo meteen bidden, dan wil ik je vragen om bij die zin eens te denken, maar durf ik dat ook? Durf ik erop te vertrouwen dat God mij dat dagelijks brood wat ik nodig heb, zal geven. En als je dus denkt, ik heb een instrument, ik heb een boek, ik heb iets anders in mijn huis liggen en eigenlijk ligt het in de weg. Het kost tijd, energie, ruimte, het geeft me soms negatieve gedachten over alles wat ik wil en wat maar niet lukt. Ik daag je uit om eens wat van die spullen weg te doen. Maar alleen als het goed voelt, als je denkt, het is ballast, het moet eruit. En dan kun je zo ver gaan als die meneer in Amerika, die dus 100 spullen over wilde houden. Nou, dat gaat wel heel ver. Maar als je nou eens zou denken, ik doe eens 100 spullen weg. Dus we draaien hem om. Doe eens 100 dingen weg. Als je nu even voor jezelf nadenkt. Zijn er 100 dingen in jullie huis die wel weg zouden kunnen? Er worden lijstjes opgesteld waar al spullen van anderen kunnen volgens mij vaak weg dan. Hè? Als het gezin hebben, ja, dan denk ik er wel weg. Hè? Die gereedschap van papa kan de deur wel uit. En, ja. Maar als je 100 dingen zou wegdoen. En je zou als gemeente, het winterwerk is achter de rug, maar het wordt lente. Daarbuiten is een prachtige rommelmarkt van maken. Maak er eens iemand anders blij mee. Dan zou dat misschien wel een hele grote opluchting zijn. Die trouwjurk van mij, die zou bij sommige vrouwen best op dat reisje kunnen staan, want ze denken, dat ding hangt er al zo lang. Kan ik niet eens kijken of ik iemand er blij mee kan maken? En voor een ander betekent het, hang hem terug. Haal hem er af en toe eens uit, kijk er eens naar. En krijg er een blij gevoel van. Dan is het geen ballast. Een gedichtje waar ik heel erg gek op ben, die zegt het voor mij zo. Als ik kijk naar wat ik op de bank heb staan, weet ik ben rijk. Al mogen ze het eigenlijk niet met hun schoenen aan, maar ik doe net of ik niet kijk. Als we met elkaar ons eens wat rijker voelen met dat wat we hebben aan liefde, aan zorg, aan warmte. Iets meer van onze aardse rijkdom los durven laten en iets meer op God durven te vertrouwen, dan zouden we ons wel eens meer in balans kunnen gaan voelen. Zorgen moet je niet maken, zorgen moet je doen. Zoals jullie merken, ik ben nogal gek op gedichtjes en one-liners en loesje posters. Maar de laatste one-liner, die komt
van iemand die de mooiste one-liners, vind ik, heeft geschreven. Die weet precies wat wij nodig hebben. Dat is iemand, dat is een soort man in de wolken die hoopt dat wij het slot van onze deur halen. De boel wagenwijd open durven te zetten. Ballast wegdoen en opnieuw leren kijken naar wat we hebben. Dat we leren kijken en genieten. Hij weet wat wij nodig hebben. En hij gaf zelf alles wat hij had. We zijn op weg naar Pasen. Hij gaf alles. Zelfs zijn eigen leven, omdat hij ons geluk zo belangrijk vindt. En hij zegt tegen ons: maak je geen zorgen over morgen. Bewaar die zorgen maar voor morgen. Je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag. Deze dag, die we zomaar gratis en voor niets hebben gekregen. Die dag mogen we vieren. Met onze handen open, met alles wat God ons wil geven. En daar gaan we blij en verheugd van zingen. En we hebben net in een kanon gezongen. Ik weet niet of jullie de gemeente zaten uit te lachen. Ik vond dat ze het wel gelukkig. Ik vond dat ze het best goed deden. Maar het kon nog wel wat harder en enthousiaster, hè? Dus willen jullie allemaal eens wat rechterop gaan zitten? En dan draaien we hem nu even om. Zometeen staat op de beamer er wel bij wie er aan de beurt is om te zingen. Maar dan beginnen we nu andersom. Dan beginnen we nu met die kant eerst. En dan mogen jullie de echo doen. Ja. Thank you.
Ja, het wordt er ook gewoon heel internationaal van ineens. Ja, dat doen jullie goed hier in Vriezenveen. Jongens, meiden, dames en heren. Zullen we met elkaar danken? En zoals ik al zei, aan het eind sluiten we af met dat gebed wat Jezus ons leerde. Het Onze Vader, met die zin, geef ons heden ons dagelijks brood. Laten we bidden. Trouwe, zorgzame God, liefdevolle Vader. We willen u danken voor het geduld dat u met ons heeft. Dat u elke keer wilt laten zien dat het anders kan. En dat we dat niet alleen hoeven te doen, maar dat u erbij bent. Help ons om dat oprecht te geloven, Heer. We willen u bedanken voor uw belofte dat we ons geen zorgen hoeven te maken over morgen. Omdat u voor ons zult zorgen, elke dag opnieuw. Leer ons daarop vertrouwen, Heer. We willen u danken voor de rijkdom waarmee we zo gezegend zijn. Want we weten dat er heel veel anderen zijn die het minder hebben. Die zich oprecht zorgen maken over wat ze zullen eten. Maak ons bewust van onze verantwoordelijkheden en de opdracht die aan onze rijkdom verbonden is. We willen u danken voor alles wat ons gelukkig maakt. Laat ons die dingen koesteren. Laat ons genieten. U gunt ons dat zo, Heer. Maar maak ook zichtbaar wat ons alleen maar belemmert. Help ons los te laten, weg te doen en afscheid te nemen van alles wat ons bij het geluk en bij u vandaan houdt. Zorgen moet je niet maken, zorgen moet je doen. Dat leerde uw Zoon Jezus Christus ons. Hij liet ons zien wat belangrijk is. En we willen tot u bidden met de woorden die hij ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ik ga even kijken of deze wat minder piept. Of kas ik gewoon hier even heen. Want ik mag jullie nog iets vertellen. En dit vind ik wel een hele belangrijke boodschap. Want dan kun je wel zeggen, hè, dan sta ik hiervoor in de kerk. Ah, doe 100 dingen weg, doe nog meer weg, spullen, het kan helemaal lastig zijn. Maar wat nou als je ergens woont, als je ergens leeft. En je hebt helemaal niets om weg te geven. Wat als alles wat ik net heb gezegd voor jou niet geld. En ik heb die mensen ontmoet. Mensen die werkelijk niets hebben. Geen goed huis, geen goede kleding, geen eten, niets. Als maak je geen zorgen over morgen, je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag. Als dat voor jou echt heel serieus is, omdat je vandaag al niet weet waar je van moet leven, dan zit het allemaal voor jou een beetje anders in elkaar. Er zijn kinderen die in zo'n situatie opgroeien. En die zich zoveel zorgen maken over vandaag dat ze niet eens durven te denken aan morgen. Moeders die zien dat hun kinderen lijden en die daar niets tegen kunnen doen. Misschien, en ik zag het, dacht u net wel, ja dat klopt, ik heb wel veel zeg. Het kan wel een beetje minder. Nou, dan ga ik je nu een kans geven om van die rijkdom te delen. Op een manier dat als jij wat wegdoet, je er rijker van zult worden. Met een heel erg goed gevoel. Want jij kunt met 1 euro per dag het leven van een kind veranderen. De organisatie World Vision, daar ben ik ambassadeur van. En daar ben ik mee op reis geweest. En daar heb ik die kinderen gezien die het zo moeilijk hebben. Ik sta hier op de foto met zo'n kind, Emmanuel. Van 1 euro per dag kunnen ze zorgen dat in de wereld van zo'n kind dingen veranderen. Dat kan zijn een school, schoon drinkwater, een arts dichter in de buurt die voor deze kinderen kan zorgen. Niet alleen voor een kindje wat je dan kunt sponsoren, voor alle kinderen daar in de buurt. En dat maakt een heel groot verschil. Het leuke is ook dat als je zo'n kindje gaat sponsoren, dan mag je er post aan sturen.
En die vind ik zelf belangrijk. Want met alle kinderen die hier zitten, die hebben eten nodig, drinken nodig, een huis nodig, school nodig. Maar wat ze ook nodig hebben, is dat iemand tegen ze zegt: jij bent precies zoals je moet zijn. Er wordt van jou gehouden. God heeft jou gemaakt. Dus precies zoals je bent. En er wordt van jou gehouden. Je bent bijzonder. Je mag er zijn. En jouw leven mag tot bloei komen. Dat mag je zo'n sponsorkind dan schrijven, zo'n jongetje of een meisje. Dit is misschien niet de eerste keer dat u of jij dit verhaal hoort. Maar World Vision is wel een paar jaar geleden begonnen met een nieuwe aanpak. En die maakt het extra bijzonder, vind ik zelf. Dat heet Chosen. En nou kan ik daarover gaan vertellen, maar ik denk dat het veel leuker is om naar een filmpje te kijken. Het filmpje van Chosen. Je hebt vast wel eens tijdens een evenement een oproep meegemaakt om een kind te sponsoren. Maar vandaag gaan we het helemaal anders doen. In plaats dat mensen zelf een kindje kiezen uit een aantal foto's, zoals dat al jarenlang wordt gedaan, gaan we nu iets doen wat we nog nooit eerder hebben gedaan. Nu mogen zij kiezen om hun toekomst in eigen hand te nemen, om hun talenten te ontwikkelen, om verandering te brengen in hun gemeenschap en zelfs om een betekenisvolle relatie aan te gaan met jou. Is het wat? Ja, ja, het is bijna 12,5 jaar dat hij nu in de kast hangt. Maar hij past nog. Mag ik van mijn man niet meer zeggen. Dat vindt hij gemeen voor de rest. Maar ik ben stiekem ook wel... Hij kan nog steeds dicht. En dit is mijn manier. Als je hem dan bewaart... Want ik heb ook zo'n man hoor, die denkt dat ding hangt hopeloos in de weg. Maar ik heb een manier gevonden om hem aan te trekken. Ik word er gelukkig van... Ik weet niet of ik er ook bij straal, maar nog steeds, als ik hem aan heb, denk ik, oh, hij is mooi, hè? Dit is waar ik jullie allemaal toe wil oproepen. Doe weg waar je last van hebt. Hou vooral waar je van geniet en wat je hart gelukkig maakt. Kijk wat God je geeft. Hij zal voor je zorgen. En geniet. Doe je deur niet op slot, maar gooi hem wagenwijd open. En als je dan wilt delen, als je dan dingen wegdoet, dan is Chosen een fantastische manier. Straks bij de koffie, thee, limonade en taart. Dat ik hem nog pas, hè. Het is echt knap als je zo gek bent op taart. Maar zometeen is daar een knaloranje tafel. En je mag mij al je vragen komen stellen. Maar mocht je nou denken, dit willen we eigenlijk wel. Wij gaan op de foto. Dan is er binnenkort in Sierra Leone op 29 april is er weer zo'n Chosen feestje. En als je op de foto gaat, dan hang je erbij.
En dan kun je gekozen worden. En dat is fantastisch. Maar er zijn meer manieren om te geven. Want er is namelijk ook gewoon collecte. En er is goed nieuws. Het filmpje is er. Dus we gaan zo collecteren. We gaan kijken naar een filmpje van het winterwerk bij het jeugdwerk. En daarna zal dominee de Jong de dienst met ons afsluiten. En zingen we nog uit volle borst een slotlied. We are royalty. God created us fearfully and wonderfully. We are breathed from dust. His kingdom is our destiny. We are born to be more than conquerors. We're ambassadors of heaven for a broken earth. We are carrying the cure to counteract the curse. It's His love and I. We make no apologies for dreaming wild and living free. Faith is in the air we breathe. This is who we are. No impossibilities. Miracles come naturally. Jesus is our everything. This is who we are. This is who we are.
Zo mochten we elkaar in dienst hebben van jong tot ouder. Ik denk dat het goed gelukt is. En we mogen weer naar huis gaan straks, na de koffie en de taart. Niet bezorgd zijn, want je mag weten, er wordt gezorgd. En als teken daarvan mag ik u, jullie, die zegen van de Heer God meegeven. Open dan je hart, om die zegen ook te ontvangen. De Heer zij voor je om je de juiste weg te wijzen. De Heer zij om je heen om je te beschermen. De Heer zij onder je om je op te vangen als je dreigt te vallen. De Heer zij in je om je te bemoedigen en te troosten. De Heer zij boven je om je te zegenen. Nu en tot in eeuwigheid. Amen.